Zicht op het bos voor elke Surinamer. Dat is het doel van deze webserie Busitaki. In deze aflevering gaan wij het hebben over de drie werelden. Wat zijn de drie werelden? Het is een filosofie ontsproten aan het brein van José López. José López is op social media bekend als Wild Quetzal. We gaan het eerst hebben over die quetzal. De quetzal is een vogel die alleen voorkomt in Midden-Amerika. Het is de nationale vogel van Guatemala. Ze worden omschreven als de mooiste vogels vanwege hun mooie kleuren. Maar er is nog meer bijzonders aan deze vogel. Je hebt er waarschijnlijk nog nooit eentje in het echt gezien. Dat komt omdat deze vogel zich niet gevangen laat nemen. Zodra hij in een kooitje wordt geplaatst, gaat hij dood, soms omdat hij zichzelf dat aandoet. Liever sterven dan leven in een kooitje, zegt de quetzal. En weet je nog dat we het hadden over de handel in wilde dieren? Daarin kwam naar voren dat wanneer we te veel op een bepaalde soort jagen, wij een negatieve impact maken op de taak van die soort in het ecosysteem. Eén zo'n taak is bijvoorbeeld zaadverspreiding. We mogen heel blij zijn dat de quetzal zich niet laat gevangen nemen. Deze soort staat er namelijk onbekend avocado's te eten. Het slikt deze vruchten volledig in wanneer het de pit uitwerpt. Jee voor avocado-liefhebbers. Maar toch geeft deze vogel een IUCN-status van gevoelig. Er zijn 9 beschermingsstatussen van dieren die de IUCN kan toekennen. En deze worden vermeld op de rode lijst van de IUCN. De rode lijst van de IUCN, opgesteld in 1963, is 's werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de instandhouding van planten, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Het doel van de rode lijst is publieke bewustwording en de internationale gemeenschap bewegen om deze soorten van de ondergang te redden. Dan gaan we nu even terug naar José, oftewel Wild Quetzal. José is net als ik uit het drukke stadsleven van de westerse maatschappij gegaan om dichter bij de natuur en dus zichzelf te leven. Ik kwam naar Suriname, hij ging naar Hawaï. Beiden zijn tot nu toe bijzonder blij met onze gemaakte keuze. Wat de effecten van dicht bij de natuur leven kunnen zijn, hebben wij gezien in onze eerste aflevering over de geneeskracht van het bos. Het boost ons immuunsysteem, reduceert stress en alleen al het zien ervan geeft ons een gelukkig gevoel. Door deze verandering van de omgeving kwam José op de filosofie van de drie werelden en deze sprak mij direct aan. So I heard a couple people say this in passing about the three worlds, but it wasn't nothing like I had broken it down. So I just took it and I made it into actual like a philosophy that I embody in my life. Filosofie stamt af van het Griekse woord philosophia. Philos is vriend en sophia is wijsheid. Filosofie kan worden omschreven als wijsbegeerte of de wetenschap van de reden waarbij men streeft naar een totale verklaring van de mens en de wereld. Maar wat zijn nou die drie werelden? Nou, de drie werelden zijn de internetwereld, de maatschappelijke wereld en de natuurlijke wereld. Dus, kort gezegd, social media en internet, de stedelijke samenleving en de natuur. So three worlds. So you have the internet world, you have the civilized worlds with civilization, and then you have the natural world. So those are the three worlds that we are currently existing in. You know, and some people ask me on a spiritual level, like, what about the spiritual realm? To me, everything is spirit. So we're embodying that all the time. But I just, I'm from a tangible level. If you walk up to anybody and you ask them about these three worlds, most people are going to be familiar with all three. Most people are going to be in all three, embodying all three. And I would say nature to a lesser degree, which is the world that I'm more focused on, because that's the world we're least familiar with. Dus die eerste wereld, die van het internet, is de wereld waarin er eigenlijk geen regels zijn. In deze wereld zijn we mondiger dan in het echt. Kijk maar naar ons gedrag op social media.
Dit is ook de wereld waarin de waarheid het meest ter discussie staat. Er kan gemakkelijk worden gemanipuleerd. Het is een dumpplaats van meningen, beweringen en waarheden. Als we kijken naar de toestand van de natuur in deze wereld, dan is het bijzonder zorgwekkend. Klimaatverandering, CO2-uitstoot, oorlogen, hongersnoden, alleen maar kommer en kwel lijkt het wel. Dit is echter ook de wereld waarin wij al een global community zijn. En de plek waar ik José López tegenkwam, dat was Instagram overigens. Er zijn geen landsgrenzen. De bosbrand in Californië is net zo dicht bij ons bed als die in Brazilië of Australië. Indien we het goed aanpakken, is dit ook de wereld waarin wij elkaar kunnen aanzetten tot actie. Kijk maar naar World Cleanup Day of Earth Hour. Beiden zijn dat activiteiten die bijdragen aan de bewustwording die wereldwijd worden gehouden via social media. De tweede wereld is de maatschappelijke wereld. In a civilized world, right? We go to the civilized world. This is a tangible world, a physical world, but it's still a simulation to me because we have a set of written laws and we have behavior that is contextual to this world. Like, people behave a certain way, say for like they have job opportunities or career opportunities. People can not be genuine because they want something from you, right? Because resources have been concentrated. And you got to remember, in the civilized world, people don't have the sovereignty to get that for themselves. People don't have a connection to their food supply. They don't really know how to create shelter or survive in the natural world. So in this world, we're dependent on others to provide things for us. So this causes different behavior in people, to where people don't necessarily present themselves authentically because they're thinking like, well, what can I do to get something from you? Or how can I increase my chances of coming up in that world where that money and possessions is highly valued, and that's the culture that's pushed on us. So the civilized world creates that. When we're born into the school system, we're programmed, we're giving a set of values that aren't necessarily subjective. I mean, objective. They're more subjective, right? Dit is de wereld die het vers van de natuur staat. Sterker nog, om deze wereld te kunnen maken, heeft de natuur moeten wijken. We hebben dat voor onszelf geplaatst onder de noemer ontwikkeling. In deze wereld is de natuur verworden tot een ornament, iets dat we gebruiken om het beton te verfraaien. Verder zien we het als een last wanneer bijvoorbeeld het gras tussen de straatstenen groeit. De maatschappelijke wereld is dus de wereld waarin wij wonen en vooral werken. Het is ook de wereld waaruit er bijvoorbeeld wetgeving voortvloeit. Er zijn regels waar wij ons aan moeten houden. Denk ook aan de theorie van Dr. Gwendolyn Smith over de Tribal Characteristics of Surinamese Society. De samenwerking tussen de internetwereld en de maatschappelijke wereld kan zowel ten goede als ten kwade. Wij kunnen de internetwereld inzetten voor financieel gewin of positieve verandering, beiden in de maatschappelijke wereld. De laatste wereld is de natuurlijke wereld. Deze wereld is de echte wereld, de wereld waar wij allemaal uit stammen en waar ook de andere twee werelden hun bestaan aan te danken hebben. Zij zijn immers gemaakt door ons, mensen, en de natuur. Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij. This is what I call the real world, because this is the world that all worlds come from. Like, you wouldn't have the internet world, you wouldn't have the civilized world if you didn't have the natural world. They all use the resources of the natural world to create the other worlds that are simulated. De natuurlijke wereld is er één die gewoon is. Denk aan onze aflevering Als bomen konden praten. Sommige tamarindebomen op het Onafhankelijkheidsplein staan er al een paar honderd jaar, al vanaf de tijd van de Engelse kolonisatie. Dat wil zeggen dat deze bomen dus onze maatschappij hebben zien veranderen, van slavernij naar contractarbeid tot wat het nu is. Wat kunnen de bomen in ons oerbos ons dan wel niet vertellen? Dat verhaal gaat zeker 5000 jaar terug als het om de inheemsen gaat. Immers weten wij dat dit gebied al zeker zo lang bewoond is door onze oorspronkelijke bewoners. De natuurlijke wereld was een constante factor die het nu best moeilijk heeft door de impact van de maatschappelijke wereld. De maatschappelijke wereld is eigenlijk het resultaat van de oude denkwijze waarin wij als mensen boven de natuur staan. Dat hebben we gezien in de aflevering over het bos en religie.
We weten inmiddels dat de mens niet boven de natuur staat en dat er middels de Laudato Si wordt opgeroepen tot een ecologische bekering. De ecologische bekering houdt onder andere in dat wij beter voor onze aarde moeten gaan zorgen. De mens heeft de natuur nodig, de natuur heeft de mens niet nodig. De natuur kan zonder de mens voortgaan. Er is dus een mindshift nodig waarbij wij de internetwereld en de maatschappelijke wereld ten dienste van de natuurlijke wereld gaan laten zijn. Wij als mensen zijn daarbij van belang. Ons gedrag bepaalt hoe mooi of lelijk wij alle drie deze werelden maken. Ik wil daarom weten hoe wij het nu doen. En daarom weer een update over ons bos van John. Blijkbaar de afgelopen tijd, in deze periode specifiek, is er een verlenging geweest van een bestaande weg in een bosgebied. Nou, niks vreemds aan toch? Want er zijn mensen die daar wonen, werken, houtkapconcessies zijn actief. Dus dat is niet tegen de verwachtingen in. Ja. Wat zien we meer? We zien 143 hectare. Oké, dus dat betekent, Christio, dat in 143 hectare er in ieder geval een bepaalde mate van bosbedekking kwijt is geraakt. Dat betekent niet dat het allemaal volledig ontbost is, maar er is wel menselijke activiteit dusdanig dat er ongeveer 30-40% van de bosbedekking is verwijderd. Ja, dat is je. Je ziet dus, dit zijn al de plekken waar er verstoring is geconstateerd. Oftewel verlies van bosbedekking. Ja. Let's be very clear. Verlies van bosbedekking. Ja? En wij gaan dus nu kijken naar dit gebiedje hier in de gemeenschapsbossen van de Matawai. Oké. Daar gaan we nu op inzoomen. En je ziet dus hier inderdaad wat wegen aan de bovenkant. Ja. Je ziet hier wat verstoring of wat gebruik. En je ziet hier dus in feite de activiteiten rondom een weg. We kunnen het nog niet helemaal goed zien vanwege de bedekking van de wolken. Maar je kan het op zich zien. Hè? Het is een, wat ze noemen een logische netwerk. Of tenminste logisch in de zin van dit is wat we gewend zijn te zien. Als er een bosbouw wordt gedaan. Houtkap. Dit soort dingen wat je hier ziet. Ik weet niet of dat echt volgens de regels is van SBB. Maar dat is dan even aan SBB om even na te gaan. Of er correct wordt gewerkt. Want meestal zie je uitvalswegen en dan weer uitvalswegen. Ja. En hier zie je een kronkel. Maar betekent niet dat het fout is, ook, Christio. Maar dit is dus in ieder geval gaande. Wat interessant is, is dat een maandje daarvoor we ook al op dat gebied, in dat gebied activiteiten hebben gezien. Ja. Er is dus diezelfde Matawai-gebied. En hier zie je een heel mooi, je ziet een mooi beeld. Tenminste een mooi beeld. Je ziet hem hier helder. Ja. Je ziet hoe die komt. Dus om een even beeld te geven, Christio. Precies hiernaast, hè, precies hiernaast is het Centraal Suriname Natuurreservaat. Okay. En een aantal jaren geleden is deze weg, ik weet niet of je het kan zien, Christio, deze weg is hier aangelegd. En vanaf dat moment is men dus naar binnen aan het gaan, links-rechts uitvallen, links-rechts uitvallen. En je ziet dat gebeuren. En dat is in feite de zoektocht naar de waardevolle bomen die men doet. Hè? Want we doen aan selectieve houtkap hier. Als laatste nog een mooi voorbeeld van hoe de drie werelden werken. Denk even terug aan onze aflevering over cannabis. Cannabis heeft vele toepassingsmogelijkheden. Wist je dat de zaadjes alle vitamine en mineralen bevatten die het menselijk lichaam nodig heeft? Daarnaast kan je van de cannabisplant kleding maken, touw, dat dikke touw wat ze gebruiken op schepen. Je kan er isolatiemateriaal van maken. Je kan er olie van maken om mee te koken, maar ook biodiesel, papier. Er zijn wel 10.000 manieren waarop je cannabis kan gebruiken. En die over paddenstoelen. Paddenstoelen kunnen ook spiritueel worden toegepast. Bij de oude Maya en Azteken gebruikten shamanen paddenstoelen met een geestverruimde werking om toegang te krijgen tot een andere wereld. Sommigen geloven dat die wereld de echte werkelijkheid is en deze waar ik nu in sta een illusie. In de natuurlijke wereld hebben zowel cannabis als paddenstoelen hun waarde bewezen. In de maatschappelijke wereld werden ze beide heel lang gedemoniseerd. Beide waren slecht of drugs of giftig en zo.
Maar nu zien we dat ze dankzij de internetwereld weer een positieve comeback maken en langzaam maar zeker weer hun intrede doen in de maatschappelijke wereld. And all of a sudden, you're back to reality. And so if you don't have a grasp on what that real world is, and this is what I'm attaining to, and this is what I'm learning as I go on in my journey, is how to have a relationship with that real world. Because at the end of the day, that should be our foundation. We shouldn't feel insecure about the other worlds not existing when our foundation is secure with the natural world. So the natural world is a world where beings exist authentically. Like, you don't see a bird trying to be something that it's not to try to get something out of you. It just exists in its pure state, being and embodying all that it is. So I think that humans have a version of that as well. Dat was het weer voor deze keer. De volgende keer ben ik er weer met heel veel meer. Tot dan.